eerste van de zes genomineerden, de eerste van de drie laureaten, kunnen we zeggen. Ja, het is een willekeurige volgorde. Ja. De eerste is Cedel Saxofoon. Wij zijn het Cedel Saxofoon Quartet. We bestaan uit vier saxofonisten. Peter Sverre, sopraansax. Lieve Keizer, altsax. Ikzelf, Jitse Koopman, tenorsax. En Pieter Lagacy, baritonsax. De tweede is Four Aces. Wij zijn Menno, Inti, Stijn en ikzelf ben Bart. En samen zijn wij het Four Aces Guitar Quartet. Wij spelen al een aantal jaren samen klassieke muziek, maar ook heel veel dingen daarbuiten. We hebben eigenlijk al op heel veel plaatsen in België mogen spelen, maar binnenkort hebben wij ook de eer om te mogen spelen op het Clara Festival. Iets waar we denk ik allemaal toch heel hard naar uitkijken. Zeker. Dat is het Cuboni Trio. Cugoni Trio. Ik ben Kurt, ik speel saxofoon. Ik ben Nicola, ik speel viool. Ik ben Bert Koch, ik ben de pianist van het trio. Ik denk dat Supernova voor ons een van de belangrijkste dingen dat het betekent heeft, is dat we hier eigenlijk vandaag op het Clara Festival mogen spelen. Het heeft voor ons vooral veel aandacht betekend. Een extra motivatie ook voor het kwartet zelf om die programma's echt wel goed uit te werken. En zo'n kans, een kans dat je krijgt in je leven als kwartet, dat je eigenlijk niet vaak nog zult krijgen. Dus veel aandacht, veel motivatie. Veel concerten. Veel concerten, inderdaad. Het vervolg van die wedstrijd is nu vooral een beetje naamsbekendheid. Je hoort wel vooral van de vrienden muzikanten, zeker de periode nadien, die wisten het allemaal dat de wedstrijd had plaatsgevonden en dat we hadden gewonnen. En dan nu beginnen eigenlijk die boekingen serieus moeite te worden.